Onderaan. Stuur je mij over. Waar moet jij ook weer los? Firenze. Yo, klopt. Ik kom nog eentje van achter te halen, let op. Nee, nee, je zit nu achter mij. Ik moet wel even één ding doorgeven, ik mag niet houden als 100. Nee, want dan krijg ik weer een timeout op Spatfall. Is dat nou weer voor ons in dan? Spatfall heeft daar toe ingebouwd. Dan ben ik te snel, dan krijg ik een timeout. Kan ik niet afgeven. De 9500 mag ik maximaal rijden. Mij ook hier ook naar rechts. Ja, maar ik kom hem met 95 aangevlogen. Doet, doet, niep, niep, komt ie. Ga ik naar rechts? Ja. Ik zei wel eens. Hoe zie je dat dan niet? Nee, dat zag ik niet. Je zwaailamp is al. Ja. Dacht dat ik die aan had staan. Je kan niet harder dan ook niet, hè? Maar ik blijf gewoon op 95.
Maar met deze lading 100, dat is ook alweer een risico. Ja, is goed, want die rij ik ook. Maar ik denk dat jij tussen de 93 en de 94 moet rijden. Want het kan een verschil zijn. Moet jij even rekening mee houden. Of blijft een berg op? Nee, dat is de retarder als die aan het springen, let op hè. Want mijn retarder is heel gevoelig. Tol, 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 tol. Rechterkant. Oh, geluk ja, geluk met 42. Ik zie het. Je duikt in één keer heel ver achter me. Oh my god, ik heb nu even op 70. Ik ga even op de hoed met 70. Je zit 200 meter achter me. Dus ik hou me even op de hoed tussen de 74 en de 75. Ik hou de afstand wel in de gaten. Ik heb nu net de cruise control opgegooid, dus ik trek door nu naar 95. Nou ja, maar ik heb nu 80 erop. Ja, minimaal 100 meter afstand houden voor mij, dat is het beste. Ik heb nou 59 gehoord. Ja, 59 meter, 60 meter zit je achter me. Denk aan je server legs, hè. Daarom zeg ik beter 100 meter, want je hebt altijd server legs. Als die in één keer knal staat, bam bam weg. Waarom met 395 spelers online hier op deze server? Nog 160 kilometer voor mij. Ga je nog 1300 erin nemen? Ja, maar dan moet ik daar even kijken dat ik een grens en vracht heb richting Duisburg. Het ligt wel op tijd als je moet tanken, hè. Ik heb een net een volgende voor. Oké, heb je een 804 op 602? En dan zet ze maar tweeën. Ik krijg dat zwaar transportje als ze. Sorry. Qua tank 1 houden ze toch hetzelfde, 1000 liter.
Nee, vandaag had ik echt zin in zwaar transport te rijden. Kijk, daar komt hem, hè, jongen, daar komt hem, hè. Ik heb gewoon vast aan de 5-9, man. Ja, ik ook. Maar ik heb een beetje storing in het spel, maar ik ook. Al. Wat is dat, maatje? Kan jij gewoon daar dwars doorheen rijden? Wat, hè? Je rijdt bij mij dwars door zo'n ding heen. Ja, omdat ik die, dat heb ik uitstaan op multiplayer. Oh, ik gooi hem al expres op de rem. Ik heb die, dat heb ik uitstaan hier op een multiplayer. En waarom? Omdat ik gewoon dan overal gewoon door kan knallen. Langer als je dan met iemand mee rijdt en je moet in één keer vol in de rem gaan. Oei, je bent 600 meter achter mij, joh. Ja, daarom zeg ik ook, ik ging in één keer vol op de rem. Ik zet hem even op random targeting. Ik trek hem zo terug van door tot 120 en ik kom ook nog voorbij. Nou, kom maar eentje thuis. Ja, die rijdt al de hele tijd achter ons. Die komt ons niet voorbij, want volgens mij kan hij maar 90. Ah, die doen lekker. Hoe is? Wat is er gebeurd? Doe het even terugladen. Ja, dat doe ik nou ook zeker. Nee. Ja, spel laden. Gewoon even terugladen. Als je dadelijk spont, rij op de dingen, rij op de vluchtstrook en zet die gebeurtenissen uit. Schuift die helemaal naar links. Want dan flikt dat. See it next time, probably tomorrow gameplay. Or probably Thursday, but I'll let you know a bit further towards the time. See you later. Coffee? Check. Music? Check. Microphone? Check. Excellent. Here we go. Bringing you the best tunes to brighten up your morning, it's DJJ live on TFM with The Breakfast Show. We the best music! Another one. Hey, what gameplay? You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. Lady in the link.
Ja, maar ik sta aan de kant, doe me op je gemak. Dat heeft Trekker zijn P nooit goed in orde gekregen. Van waar ik nu sta, 45 kilometer. Ik heb er nog niet in mijn tap. Maar ik heb er nog altijd niet in mijn tap. Ja, ja, ik kom je. Dat ik Teptronic kreeg. Ik kan langer doortrekken nu. ik reed nu half automaat. Ik kan zelf schakelen. Op moment 93. En nu op 95 weer op de cruise control. Dat is het. Ik kan nu van automaat naar sequential zetten. Hè? Kan ik zelf de bestellingen pakken. Dat is fijn als je berg op moet, kun je zelf schakelen wanneer je op je lange doortrekt. Ron, hier rechtsaf richting Firenze. Want het is een misselijk draaitje. En achter die draai heb ik gelijk een tol, dus doe maar op je gemak. Want dan zijn we in Firenze. Want ik haal de cruise control af en heb je gelijk naar de 100 toe. Die berg op.
Oh, jij mij niet bij al die urgency ground te houden? Trek ik toch sneller weg bij jou? Hey, Gamers Pete en 007, hallo en welkom op livestream. Dan weet ik dat dus. Dat die sequent al sneller gaat dan een gewone uitschipper. Jezus, wat moet ik weer los hier, joh? Ah, oh, bij een bouwbedrijf. En die kopgarage, die pak ik ook even mee hier. Hier staat nog zo'n direct-kraan, rechtstreeks-kraan. Hoop dat die naar Duisburg gaat. Hier, waar ik moet los de staat, die vlieg. Shit! Waar ga ik nu moeten gaan aan? Want ik die buizen onderin. Ik wil zeggen, waar heb ik de schade van? Maar dat onder die buizen ga ik niet zien. Helemaal niks naar Duitsland hier, joh. Moet ik eens kijken in de externe. Duisburg was het, hè? Yep. Ik heb hier een trailer van Duisburg. Die heb ik. Een groen trailer. Ik vind het raar dat ik hier bij Parma niet zat in Duitsland. Ik jump even eerst even naar de werkstad Kookruijen en dan doe ik dan even kijken en kan ik even slapen. Wat ligt nog zo bij Duisburg? Ik zal zo kijken voor je. Duisburg, dat is richting... Dortmund heb ik. Düsseldorf ligt in de buurt. Ik kom langs Dortmund. Dortmund is ietsjes rechtdoor en dan rechts. En je hebt Düsseldorf, Lyon, Frankfurt aan Main. Kassel. Ja, weet,
Ja, weet je wat nadeel is, hè? Ik heb hier dus... Dortmund, waar ligt Dortmund ergens? Dat ligt vlak in de buurt. Dat ligt ook in Duitsland. Ja, maar we gaan even kijken. Nuremberg, Stuttgart, München, Mannheim, Frankfurt. Düsseldorf was jij, hè? Duisburg. Duisburg ligt daar. Dan moet jij voorop rijden, want dan pak ik een trailer richting Rotterdam met 21 ton knoflook. Hebben ze geen zwaar transport? Nee, hier staat niks zwaar transport. Ook niet als extern? Ik ga geen extern rijden als jij normaal rijdt. Hé, hey, ik kan mijn cruise control op 90 zetten en we rijden ook lekker door. Dus, Ja, maar dan moet ik even kijken. Ja, weet ik. Nee, niks zwaar transport. Het enige zwaar transport wat ik hier heb, dat is naar Kozits, Katowice. En dan naar Wien. Daar kom je ook niet. Wens, daar komt komen langs. Nee. Ja, maar de rest gaat allemaal weer terug. Frankrijk, Italië en dus dat heeft geen zin. Dus Wat ga je nou doen? Ik ga die trailer naar Rotterdam pakken. Dan kom ik rijk met jou naar Düsseldorf. Dan kan ik van Düsseldorf altijd nog naar Rotterdam. Duisburg. Ja, van Duisburg naar Rotterdam toe. Moment, ik ga eerst even die pushen thuis uitzetten. Zo, dan praat ik wat makkelijker. Oh, 107 kilometer. Om hem op te halen? Ja. Ik weet ze allemaal uit te kiezen, ook niet dan. Nee, zeg dat tegen die vrachtmarkt. Waar sta jij? Bij de garage. Koopgarage. Nee, dan. Ja, dan rijd ik nu naar de weg. Ik ga even die garage kopen. Moet jij terug naar dat tolhuisje rijden? Ja, grens uit en dan naar dat tolhuisje. Ja. Ja, dan begin dan maar om wat toe te rijden. Ik ben zo achter je. Nou, ik ben benieuwd wanneer we op 1, 2 en 3 in de multiplayer gaan met die eigen trailers. Wat dan die heeft. Ik ook. Ben je al weg bij de garage? Jongen, wat was het eerst 140 kilometer voor mijn trailer? Nu alweer 107. Ik weet ze echt uit te kiezen vandaag. Zie je,
Ja, maar ik ga even rondje rotonde doen. Dus pas op, hè. Ik ga even rondje rotonde draaien. Net ook een rondje rotonde doen. Lijst snapt het nog niet. Geef me al de autobahn, want we komen zo. Ik ben zo achter je. Zo, we zullen hier allemaal even grijs nu. Heb ik dat grijs af allemaal geel gemaakt. Nou, dan mis ik die twee handen nog op het mond hier. Waar stuurt hij jou dadelijk heen? Rusland. Naar Bologna. Ja. Oké. Wacht even op die autobahn. Ik ben dadelijk terug. Ik moet even hieronder. Ik moet even naar de andere kant terugrijden. Gaat weer naar Rome? Ja, nog 98 kilometer van mijn trailer. Kun je dat meemaken? Maar gelukkig ken ik niet harder als 90, dus dat is wel het voordeel. En vooral daar ik met die trailer durf ik gerust wel 100, 110 te rijden. Zo, daar gaan we. Knallen! Zo, 134, 135, 135, 137. Hey, top maatje, dat je weer een follow hebt. Top. Dat ben ik weer super voor jou, omdat je een follow hebt. Oh, wat lief, hè. Jij hebt jou een follow gegeven. Ik heb er al 25. Oh. 25 maar? Nee, 93 moment. En vroeger op mijn oude account had ik 296. Leuk dat je kijkt. Hoop dat je plezier hebt. En als je altijd wat te zeggen hebt, kan je altijd een keer chatten. En dan kan hij teruglullen. Maar hij kan toch terugkijken. Wie? Die, ja, hij kan gewoon in de chat typen, hè. Ja, ik heb dat lezen, hè? Ja. Want ik doe altijd de pop-out-chat en dan kan ik die over mijn OBS leggen. Ik doe altijd de pop-out-chat. Al leuk. Hopelijk kom ik nu niemand tegen hier in dat straatje. Ik ga best wel hard nu op een binnenweg. Ja, ik zie het, komt net online. Maar niet in de multi. Jezus man, nog 16 kilometer van de meter. Stop man. Ja joh, ik ga mijn trailer al halen, ik haast me al, ja? Oh, iemand dat hij me dezelfde weg terugstuurt. En niet over Livorno. Dan hebben we een probleem. En dan moet jij naar Livorno rijden. Achter is op die boerderij waar ik moet laaien, joh. Ik zal wel alvast even kijken. Waar moet jij naar Livorno? Oh, dan moet ik naar Livorno rijden? Fuji, bij Fuji moet ik laden. Hoe weet dat, joh? Fuji.
Spa. Dat is buiten de Firenze. Dan moet ik laaien. Hey guys, it's my truck again. Have you heard it? En ik mag mijn trailer zelf kiezen ook nog. Lol. Ik wil die. Be sure to stay tuned and have a great week. See ya. Waar staat mijn trailer? Zoek mijn trailer. Ah, hier. Haha. Lol. En gewoon 3-assige trailer, hoor. Moet jij bij Mogno Spa laden? Foei, Spa. Buiten Firenze. Nou, ik zit een beetje te zoeken, maar ik vind hem nergens. Ik heb mijn trailer er al achter. Maak je me niet bang. Zo te zien kom ik over dezelfde weg terug. Ja, ik kom over dezelfde weg terug. Hij springt elke keer op die pauzeknop. Ja, dat heb ik hem al afgeleerd bij mij. Dat heb ik al, mijn pauzeknop is al morgens. Ja, maar terwijl er ligt totaal geen enkele snoer op. Er ligt totaal geen enkele snoer op. Wat? Op mijn pauzeknop niet. Nee, maar het kan zijn met trillen van het toetsenbord. Kan er wel eens voorkomen. Ja, ik weet. En daarvoor heb ik mijn pauzeknop al morgens gelegd. Ik denk dat ik gewoon op een pauzeknop uitzet. En dat ik gewoon, oké, ik wil pauze, dat ik gewoon op de pauzeknop zelf druk. Nou, dat kun je ook, waarom niet? Maar ja, als je dat wil doen, moet je dat doen natuurlijk. Zo simpel is dat. Kram? Oké. Waar ben je? Ik sta nog steeds niet. Ik ben op de terugweg. Ik kom al terug. Ik ben op de terugweg. Eigenlijk wel gunstig dat je rit richting Rotterdam hebt. Ja, Düsseldorf. En dan, als jij in Düsseldorf stopt, knal ik gewoon door naar Rotterdam. Ik zal eens kijken als ik in Düsseldorf wil, dan een rietje naar Rotterdam. Wow, Erik. Ik kom hier met 120 op die rotonde naar je knalt. Nee. Ik ga op de tijd de rem erop. Ik heb nog altijd zo als iets als een trailerrem. Het heet een trailerrem, die kun je ook gebruiken. En zie je? We zitten ze allebei Eurotruck te spelen, maar je ziet ze niet in Discord. Nee, ik ben er. Ja, weet ik maar. Arthur en Kinaya zie je niet. Dat is problem. Hè? Ik durf het te zweren. Maar als je meteen disconnect bent, gewoon zo voor de gein, komen ze in één. Ja, maar dan ben ik ook wel weg. Zo simpel is het. Dit moet ik niet hebben op mijn Discord. Waar sta je ergens? Ik sta bij die oprit daar. Ik heb je niet gezien. Ben je er al voorbij dan? Fire, Firenze, kan ook. Hier heb ik toch net met jou gereden? Ja, ik weet al waar je staat. Je staat bij de tweede oprit, ik ben de eerste voorbij. Kom maar aan. Ja, maar hier ben ik terug omhoog gekomen, rondgedraaid. Ja, sta je hier een stukje verder.
Nee, dat was de eerste afslag die ik voorbij reed naar Firenze. Die pak ik, heb ik de tweede. 279. Nee, ik zie je niet in de tab. Ik jou ook niet. Ja. Oeh, weer een gast los, jongen. Ik zat weer op de 114. Ben je aan het rijden? Sam is nou rijden met 8 anderen. Huh? Sam is aan het rijden met 8 anderen op de Roussaubre. Nou, toen je een reet hebt gehad van Roussaubre. Dat is? Een host. Heb je een host gehad? Met 8 toeschouwers. Ja, dan heb je die host gehad. Wacht, rij je. Ik rijd 85. Oké, okay, zet hem... Ja, ik heb hem op 100. Dus... Dankjewel voor het zakken. Hé, hey, Roussaubre, het toppie van jou dat je me even reed met 8 personen. Hallo, kijk even de Roussaubre wel op de livestream. Gaming Freak NL. Toppie vind ik dat van Roussaubre dat hij jou een reet geeft. Met 8 kijkers. Dat vind ik top van hem. Waar rij je nu? Oh, oké, maar ik zit maar 95 achter je. En ik hou de 145, 144 meter continu aan. Het is me toch niet gelukt om geslachtransport te rijden vandaag. Ik heb weer een gewone trailer achter mijn reet. Is dat weer niet gelukt? Godmongen, potverdomme. Potjandori. Dan moet je wel de kijkers van hem even begroeten natuurlijk, hè? Ja, heb ik net al gedaan, toch? Ah ja. Weet ik niet. Ah ja. Ja, dat is goed. En dan kan het goed zijn dat ik die kijker van Dolphin dadelijk ga krijgen. Roussaubre reed en mijn Dolphin van mij dadelijk. Als je 100... Nou, is de Dolphin in één keer bij jou. Ja, ja. Als je 100 wil, moet je 100 gaan, waarom? Jij kan niet harder dan 100, hè? Dus... Ik heb nu al een cooldown van 2 minuten te pakken, dus... Dat ik net even op 114 zat. Ik heb al een cooldown van 2 minuten dus. En dan maak ik op deze rit niks uit. Hey, Parma. Oeps, sorry. Voor de kijker bij mij natuurlijk op mijn livestream. En ook bij Gaming Freak NL. En ik kies het voor mij om beschaafdheid. Maar dat was cooler. Ja, zeker. Ja, het hoort zich eigenlijk niet in de stream. Moet je eigenlijk officieel eventjes je microfoon uitdoen. Even horen en
Ja, maar dan moet ik weer mijn game op pauze zetten, weer al tappen. Laat dat maar gewoon zijn. Heb ik geen zin in. Hey, dat kan niet dat jij 95 reed, joh. Ik kom 95 op je af, man. Oké. Okay. Ja, je komt wel dichterbij, hè? Ja, kom, ik rijd over het tankstation. ik reed even over het tankstation. Dat was een beetje grijs daar. Dat was een tankstation, dat had ik nog niet. Laat me gewoon op dit spoor rijden, hè? Dan moet je een beetje mee oppassen hier in dat gekke Italië. Ah, oh shit, ik heb eerst mijn route om moeten leggen, dat duurt naar je landadres. Maar ik knal wel zo achter je aan. Hé? 0,1% schade aan mijn trailer, wat is dat dan? Geen idee. Geen idee, jongen. Echt niet. Maar vaak is het wel met een ander chassis trailer aankoppelen. Kun je wel wat schade maken, dat weet ik. Hey, Monkey Live Music. Hallo en welkom in de livestream. Hello, Monkey Live Music. Hi. Are you English, Dutch, or Netherlands? Ik ben weer vrij, ja. Je weet wat ik wil doen. Ik pak een meest rechte tolpoortje. Oké, Nederlander. Hoi, welkom. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. Ja, dat is net mooi. Hoe is het? Hey, goedemorgen bij mij. Het is nu 12 uur. Dan begin ik pas te leven, jongen. Word ik pas wakker. Smiley. Nee, geen Belg. Wel, wonen in Belg, maar Nederlander. Ha, lol. Ja, dat is Canaya rijdt nu ook euro. Oké, we beginnen met muziek. Ah, jij bent een Belg. Oké. Jij bent een Belg. Ja, leuk. Ja, mijn vrouw is Belgisch, dus je hoeft je niet te schamen. Ik zet alweer mijn 105 benen op je reet, man. En Monkey Live Music, dankjewel voor je follow. En dan nogmaals een keer Monkey Live Music, dankjewel voor de follow. Een break maken. Ja, ik heb 4600 en nog wat uren, dus. Daarbij speel ik met mijn maat die wat voor mij rijdt. We spelen dan een Farming Simulator, American Truck Simulator en dan af en toe eens een keer, als we de gekkigheden in ons krijgen, rijden we nog een potje multiplayer. Dus. Wij zijn altijd onderweg met een of andere game. Waarom word ik eigenlijk afgeruimd? Hier is toch geen stad, man? Ja, blijkbaar wel. Nee, ben je niet, maar het is gewoon.
Ja, dit is een 1.31 profiel en dan heb ik nu dan nog een 1.32 profiel. Waar je dus je eigen trailers hebt met dubbel trailers en enkel trailers. Die je kunt maken zoals jij ze wilt hebben. Dus en dan ga ik je even een goede raad geven. Denk eraan met copyright als je dat gaat doen. Want anders heb je zo een ban op Twitch te pakken. Denk er even goed aan als je dat wil doen. Dat je oppast met de copyright muziek. En anders kan Twitch jou ook bannen. Als je muziek live wilt gaan streamen. Dus daar zou ik al mee oppassen. Ja, maar hij is een DJ. Ik denk niet dat dat zijn eigen muziek is. Jawel, dat maakt wel uit op de dingen, want ik heb genomen in het weekend muziek waar geen copyright op zit, mag je gebruiken in je streams. En waar copyright op zit, mag je niet gebruiken in je streams. Dat heb ik geleerd in het weekend. MM Maxim, nogmaals, dankjewel jij ook voor je follow. Toppie, die leuk dat je er bent op de stream. Hoi. Hij zegt niet van de controle. Het rijdt me gewoon, zegt niks. Hallo. Jezus. Normaal zeg je, hé, hey, controle aan. Hé, hey, maar nu in één keer mijn Pikachu weg. Pikachu is te laat. En Maxime Muscles Play, dankjewel voor je follow. Nogmaals, hier kwam Pikachu kwam net om de hoek. Zo, we gaan naar de 100 toe, Ron. Nog 5 follows en dan heb ik 100 followers. Heb ik er al 100? Wauw, ik ben weer op weg. Jee. Oh. Mr. Maxim en Muzo Coplay, thank you for the follow. I don't know if you're a German, Englishman or a Dutchman. But great. Nice that you're on the stream. And how is it with you? Hoe hard rij jij nu? Dat dacht ik wel. Ik heb wel een cooldown van 3 minuten dus. Nee, jij zegt je kan maximaal tot 100, niet te hoog. Ja, ja, ja. Waarom dan 95? Ja, maar die cooldown van 3 minuten. Die pak ik dadelijk als jij gaat lossen. Pak ik even die cooldown daar en dan kan ik gewoon in één keer door naar Rotterdam. Ja, dit is net. En ook voor de mensen natuurlijk die allemaal stream zitten. De songrequest staat aan, dus uitgebreidteken SR met de link van YouTube. Dan kunnen jullie ook leuke muziek aan mijn stream toevoegen natuurlijk. Maar denk eraan, het is maximaal beperkt tot 10 stuks, geloof ik. Per kijker. Als jij 100 rijdt, hè? Man en kerel, daar geloof ik toch niet van. Nee, ik rijd nu 84. Dan kun je het even beugen, John. En dan sukkel ik even met de oude 80 achter je aan. Ik rijd nou 82. Nee, maar ik rijd met 80 achter je.
Ik heb de radio niet ingeschakeld staan op multiplayer. Maar ja, ja, ik heb Q Music op achtergrond door mijn oordopjes. Bee, little bee, maybe we'd let it be. Even een beetje zingen voor jouw kijkers. Hoe laat ga je nu? Oké, kom ik maar even weg bij. Ik zat nog met 85 achter je aan. Nu rijd ik 100. Wat was het, jongen? Ja, waar ik goed een drinkje man. Met de 100. Als jij wil stoppen, maar mij niet uit. Nee, dat is goed. Dan stoppen we even bij het tankstation. Even een flash plaspoten maken. Oké. Wacht, rij jij een eentje, joh? Waarom rij jij van mij weg dan? Berg op, berg op hier. Ik heb de retarder met nul staan. Je hebt geen nul begrenzing, die retarder. Nou, ik kom wel bij jou dat we tankjes van tegen je komen. Ik lieg weer een dubbel van lakken hier. Wat heb je vroeger toch slecht opgelet? Wat heb je vroeger toch heel slecht opgelet, maatje? Me and DJ Winston decided to do an extra yeah, cool very next weekend. Make your polo be sure to stay tuned and have a great week. See ya. Oh, yeah. Het gaat hier weer echt fantastisch. Moet je morgen werken. Relax. Eén ritje zeker en dan huis. Relax. Hey Ron, daar komt de tankstation. Hij hoeft hem niet op een vluchtstrook te knallen. Duik staat het water tot aan je knieën, joh. Oh man, man, man. Waar gaat het hier weer naartoe? From Lotus Bay.
Motivational Mondays. Death Friday feeling. We're the home of feel-good music. Good thank you, Zeke. Nou, doe ik ook. Ik word me even gelijk vol. Dan zie ik dat systeem wel wat te mekken. Oh, moet ik hem wel omzetten. Ja, dat had ik. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I got alive. I need to be free with you tonight. I need your love. En natuurlijk ook weer, dankjewel Apple, Brad, Apple, voor je audio. Berk en al, jij dankjewel ook voor je audio uit de host. Commandant Darwood, dankjewel. Dick Esmer, dankjewel. Lightwork Longboard, dankjewel. One Fusion, Sloku en Zaniki. Dankjewel voor jullie auto host.
Want jij komt mee over de micro. Hè? Dat heeft lang geduurd. Ja. 27 sigaretten, 36 tassen koffie water, komt hier terug. Ja, dat is waar. Dat is waar. Als je moet, dan moet je. Dat kun je niet zeggen doen. Zo, met 3 minuten cooldown is weg. Oh ja. Zo lang ben je naar de wc geweest op een cooldown, meisjes. Oh man, ik blijf op de pop aan. Ach ja, jij moet wat dingen doen. Ik moet met jou meerijden. Ik moet hier onder de brug door en aan de andere kant naar boven. Maar maakt niet uit. Ga je wel met je mee? Hoeveel kilometer moet je nog? 660. Ah, ik moet nog 723. Nou, er waren nog maar 225 spelers online, dus we kunnen op ons gemak 100 rijden. Mits. Tot er geen idioot meer. WGT? Kan ik niet. Kan ik niet. Ik ook. Ik vind het wel een leuke naam. Ja, het klinkt wel echt leuk. WGT Logistic. Maar waar kwamen jullie vanaf? Ik weet niet waar hun vanaf kwamen. Waar ik kan. Ah nee, voor wat voor land dat ze waren heb ik niet gekeken. Ik denk gewoon Nederland, want het is een Nederlands bedrijf. BT Logistic. Daar gaat Nederlanders. Wat is dat nu? Waarom is mijn radio in één keer poetsje? Ai joh, nee. Ach, toch weer. Dat is weer in orde. We hebben weer muziek. Nee joh, ga je niet terugdraaien. Kun je vergeten. Tegen mij keer hier om. Nee, doe niet. In Vlug Mannheim. Je moet je richting Stuttgart. Weet je wel een rare route waar je hebt gereden. Jij hebt toch ook een zwaar transportchassis, jij? Ja. 8x4. Ja, dat is geen 6x2. Dat is een 8x4 wat jij hebt. Ik heb het net opgezet. Ah, oké. Okay. Wacht, ga je rijden? Ik ga hier gewoon 100, hè. Oeps, sorry mensen. Van een boer. Mijn excuses. Als jij 100 gaat rijden. Ik plek beter op je hond. Trailer met mijn hond. Ik ga nu al
Meow. This is a Apple Scapeless Alpha Bucket. Hey, die denk je zomaar te doen. Die is nog grijs voor mij. Oh, kijk uit. Hoezo? Zeg aan bouwen. Ja, en? Gewoon maar onderdoor. Gewoon maar onder te erheen. Ach joh, ja, weg met je 0,2 trailer schade. Waar heb ik die dan op gelopen? Ik heb nog eens geen schade gezien bij mij in Bordetting F7. Zie je, 0 schade op mijn trailer. Dat zegt ook 0,2% schade hebben op mijn trailer. Dat is allemaal ook niet goed bij je. Moet je tegen Mike eens zeggen. En Mike, pas je programma's af. Zo snel heb ik nog nooit een rit gereden, joh. Ja, normaal rijd ik allemaal WOT. Wel verplukt, niet sneller als 90. Maar nu rijd ik wel één rit 100 aan het rijden. Oh nee, net heb ik ook nog 95 gereden. Er zijn al twee ritten die ik opnieuw op WOT heb gereden. Wat krijg ik eigenlijk op deze rit? 23.688. Hmm. Hallo, we net hebben 324 man. Ik krijg maar 1.000. Ja. Ik had gisteren een vraagje van Uppsala naar Bergen. Op 1.132. 271.000. Op 1 ritje. Wel dubbel trailer, hè? Als ik in Scandinavië zit, heb ik dubbel trailer. Ik wil die nieuwe patch daar. Heb jij rijdt aan de 37C? Je rijdt met een 37 zeker. Ja, de motorinhoud, heb je 700 pk? Ja. Oh. Ik had wel met 650 achter je aan. Oh, ja, mijn tom is helemaal de kut kwijt nu. Hij geeft alles goed aan nu in één keer. Dat klopt kwijt. Kijk, pompom. Daarbij komen er nog een 2-8 komt aan. Geen schat, kerel! Kerel, ik ga mijn voet op de motor leggen.
Ik moet nog wel terugkijken door jou. Ik moet je denken van de 12 is terug naar de 11e bestelling van iets door jou, joh. Ja, ik kreeg weer even muziek van me. Er is 700 kilometer van mij van hier naar Rotterdam. Ja, Dortmund en Rotterdam ligt vaak bij elkaar, ja. Dat is eigenlijk een steenworp. Goed. Waar gaan we? Gaan met de bananen. Kast op, joh. Ja, mooi 2,5 uur livestreampje aan. Nou, ben ik benieuwd of het strak gaat werken met die dedicated server. Dat dan een draaien krijg. Hé, joh. Bandjes kuit. Ik merk het. Kiek hem gewoon, slinger op. ik laat me kapot dat ik echt op je zee lig. Geloof me. Hij gaat dadelijk echt op je zee, joh. Geloof me maar. Kiek hem nou, joh. Kiek die trailer. Niet goed meisje. Denk ik al een grafstand? Nee, want dat ging berg op. Nee, want ik kruip me steeds op de kopje. Ik zit gewoon niet met 100 achter jou. Dat was te veel. Dan kwam de trailer helemaal in één keer in actie. Oh ja, lekker paard op je muziek. Waar? In Nederland? Ja. Ja, hier in België hebben ze dat spelletje ook niet. Heel voorbij. Oh man, krijg ik in één keer dik. Ja, klopt. Dat is hier in België toch niet zo. Hè? Ik heb een slang van hier uit en een wc lopen. Met een pompje. Als ik op dat pompje doe, dan gaat hij naar de wc toe. Nee, dat had ik al gedaan voordat we die eerste rit hiervoor hebben gereden. Dat is al wel een beetje. Toen we daar even naast elkaar met die rookpauze stonden. Ja, daar had ik een ding van wat te doen, een rookpauze pakken. Ja joh, dat pinglees dat kan ik in een groot bij mij dadelijk in een koekenpan. Edigo. Ik heb geen zin om dat bling 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 te doen. Ninja ka! Ach, doet ik dat niet op, kijk. Waarom niet jij op die gekke te doen?
begin alweer te zweten, man. Halleluja. Ja, jongen, zet die vier blinkers maar op. Ik had je wel gezien. Ja, dat is ook mooi zit erop. Eén ding moeten ze doen bij die nieuwe Scania bovenop. Zijn ijzeren achterlopen. Dat je bovenop de ijzeren toeters kunt zetten. Ja. Dat mis ik nu een beetje bij de Scania. Ja, weet ik. Dan zouden ze eigenlijk die 50k motor moeten bouwen. Waar je die... Ja, nee, maar daar kun je dus wel boven nu op je cabine gewoon toeter zetten met die 50k motor. Have you heard it yet? Zoals ik dat de laatste keer had, want die motor heb je toch ook gedaan, of niet? Ja. Be sure to stay tuned and have a great week. Kun je boven op je cabine gewoon toeter zetten. Leuk. Ja, als je het hier doet, dan steek je ze boven je raam, maatje. Vijf, negen, tien, oké. Hoe laat kom ik aan? Ja, rond 1 uur 29 zou ik naar Rotterdam moeten aankomen. Ja, joh. Ja. Nou, volgens FBI staat wel dat ik om 1 uur 29 op mijn losadres moet zijn. Dat dit tempo is doorrijdt. En ik heb weer een cooldown van 0 minuten. Ik zit gewoon te hard te rijden, joh. Ik rij 100 en dan krijg je die cooldowns mee. Dat ga ik niet doen. Nadat ik daar een ding in een garage kopen, kookpauze, dan moet ik shake. Dan hebben we een cooldown wel voorbij. Ja, ja. Die twee tankstations heb ik al gehad. Daar ben ik al een keer overheen gevlogen. Wat was? Wat was? Die van Yugo Transport. Ja. Drie bochten. Dat is blocking. Gewoon drie bochten, dat is blocking. Je moet het op de verkeerde plaats zijn. Dat is blokking, dat is een doorgaande weg. Voor een reporter. Dat is blokking, je moet normaal hier op de tankjes zo gaan staan, je moet daar niet staan. Dat is blokking. Maar ik heb netjes op tijd kunnen gaan. Ja, maar ik heb ze op video. Je hebt die report, hè? Ja. Ik heb ze op die video staan, dus. Nou, dan moet ik weer gas gaan geven, hè? Even doortrekken tot 20.000 toeren. Nu schakel ik dus tussen 1500 en 2000 toeren. Ik heb nu pas in 10 versnelling zitten, man. Ik heb mijn 11e. En ik ga nu pas naar mijn 12e. En nu zit ik op 100. Want dat was puur blocking, die mogen daar niet staan. Die moeten altijd zo dat die weg vrij is. Wat is er iets op de autobahn, zeg maar, dat daar een paar vrachtwagens in kampen?
kunnen ze langs een vliegtankstation doorrijden. Die staan daar gewoon te blokken. Mag niet. Dat als ik heb net ergens heel snel voorbij van beekjes in die voorbij komen. Nee, Nederlander. Nee, Iraker. Irak. Wat precies de vlak van Nederland erop. Nou ja. Zo, cool down weer weg. Cool down dan? Cool down van 1 minuut. De hele situatie daar, dat denk ik dat je toch iets te cool down moet doen. Waarom cool down dan? Omdat... Ja, doei! Doe je maar. Nee, doe maar. Ik blijf mooi op 100. Want ik haal gewoon een koedoos van 3 minuten mee. Nee, maar dus bij Spatpo, FPA Spatpo, is dat zo berekend dat je een bepaalde tijd over die rit mag doen. En natuurlijk als je 100, 105 rijdt, continu, dan ben je te snel. Want ze berekenen het eigenlijk zo rond 80, 90, zo berekenen ze dat. Dat is snel van 80, 90. En omdat ik 100 rijd, zit ik boven die 90. En dat is eigenlijk het nadeel dus met Spatpo. Als je 100 rijdt, dus dat je gewoon een time-out krijgt. Een cool down. En dat wil zeggen, dan mag je die rit afgeven. En dan moet je die tijd wachten voordat je de volgende rit kunt starten. En dan de langste cooldown om Spatpo die ik een keer heb gehad was 31 minuten. 31 minuten? Ja. Dat was nog met Trucker Dave 1985. Yo, gingen we even een ritje doen. Ik kon er niet 120 gereden. Ik kreeg allebei een cooldown van 31 minuten. Daar hebben we profijt van gepakt. Hebben we een beetje door de stad liggen te knallen daar, een half uurtje rondjes draaien. Hebben we de stad even verkend, een half uurtje rondjes gedraaid. Wat een lachen. Ja mensen, dus ik ben mee. Heb ik geluk. Je staat gewoon stil. Ja, ik vloog uit de bochtjes. Ik knal even volledig uit de bocht. Het gaat niet goed komen meer vandaag. Ik ben er weer. Daar heb ik jou niet alleen voor nodig. Ik moet zeggen, bij mijn vaker als ik alleen rij ook nog. Dat ik in één keer zeg van, wow, wacht even, ik moet helemaal niet remmen. Ja, maar het is gewoon, ja. Dat is een heel leuk programma, en, waardoor is CK for Play, dat is Johnny, met zijn vader Hans. Dat zijn ook twee streamers. Wow, ik hang alweer aan een paar 105. En die hebben gewoon, hoeveel man zijn er? 4 man. Geen verplichtingen, je kunt doen laten wat je wil, je rijdt met wat voor iedere truc die je wil. Dan heb je helemaal geen verplichtingen, dus je kunt lekker chill rijden als je wil. Dat is wel eigenlijk een beetje leuk bij je CK for Play. Dat je een beetje je eigen ding kunt doen. Een gas loslaten, kerel. Hoezo? Ik zie jou wel. 557 zit je voor me. Ik zie dat in mijn tap. Ah joh. Ben je aan het kruispunt recht doorgegaan? Ja, als maar recht door. Oké. Auw, dat was van rail.
Ik heb je pang heel graag. En geen schade oploopt. Zo. Hoe doe je dat? Hoe plek je dat? Ja, ik ben ook de eerste tunnel. Ja. Dan zie ik stoplichten. Nee, ik ga nu Thuisberg in. De stoplichten springen naar het groen. Als de trein komt. Ik heb een knopje in mijn truck. Plik, 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 plik. Ja, ik rijd nu de tunnel in en ik zie de kookgarage al. Dus, ik ben al in Duisburg. Hallo hoor. Kom nog wel. Echt wel. Hop. Duisburg ontdekt. Yeah. Ach, shit, ach die check garage zit bovenin, ja. Even naar de kookgarage. Die kopen. Oh, was er nog een muis uit? Ja, die kopen. Upgraden! Oh, wauw, ik heb pas 10 garages hier. Ik moet nog meer garages hier gaan kopen. En dan heb je de rugpauze. Ah, wel, toen ik al ontzettend heb dat ik mijn maat niet in de hele handen genomen. Ah, dan moet je lang door kunnen. Dat zou heel mooi parkeren. Check, rugpauze erop. Ik ben er zo weer, Maatje. I'm tired.
to do that. I want a man to say, get your booty on the floor tonight, make my day. I want a man to say, get your booty on the floor tonight, make my day. Make my day, yeah. Make my day. Make my day, make my day. Make my day, yeah. Make my day. Make my day. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. That's where the party's at. And you find out if you do that. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Make my day. We about to turn it on. Ik heb totaal niks naar Rotterdam. Helemaal niks, joh. Nee, helemaal niks. En waarom dan wat niet? En bij externe vrachten wel. Ja, pak even externe, hè. Okay. Ja, een breek wel achter hier. Het maakt niet uit, dan reed ik gewoon achter je. You make it right, I feel so high, I come alive. Daar zit ik niks mee, dus van hieruit nog maar 332 kilometer. Ja. Oeps, sorry. Laat je beuren. Even checken. Dat is goed. Geen probleem. Ja, kom die kant wel aan. Anders moet ik. Oh, hij zit hier onder. Bij wie? Bij MPF. Bij MPC. Ja, daar zit. Ja, daar zit ik direct tegenover, joh. Ben je al weg? Ga je toch in? Ja, maar toch, hè? Zeker weten. Hey guys, it's my trucker again. Als jij de externe hebt. Me and DJ Winston decided to do an extra giveaway this very next weekend. Nee, ik heb geen externe, ik hoef mijn gas te geven. See ya. Lol. Nou, ik ga die heel kort en snijden. Nou, hoe zit het dan weer?
website. Jij streamt toch, of niet? Ja. En maak een YouTube kanaal, laat je daar naartoe en dan zoek je de tijd even op in de video's. Dan moet je een report schrijven op de website. Nou, dan moet je het daarna uploaden. Ja, moet ik reporten? Nee, maar dan moet je het ook niet op de TIF-kanaal. Ja, maar lager dan gaat het ook wel. Ja, nee, maar dan moet je, van je Twitch-kanaal uit, kun je dat exporteren naar je YouTube-kanaal. Dat doe ik ook. Je kunt dat exporteren, hè? Doen we dat. Ja, je moet gewoon dat exporteren verbinden met je YouTube kanaal en meer is er eigenlijk niet, maar dat doen we dan morgen wel. We gaan dat brengen morgen dan online op Discord. Rond 4 uur ben ik er ook dus. Denk ik. Anders is het tussen 4 en rond 5 uur. Te ben. Ja, is goed joh. Dat lijkt me eens. Ronde had je ook een goede nacht. Heel dank u, zeg ze. Wow, dat was ook mijn eindbogie. Ah, nee, ik is moeilijk, dat is mijn Betty. Yes. Dua, Dua. Ja, normaal houdt ze wel langer voor. Je hebt er al een keer mee, toen ik een game was, dat zei hem ter half even een keer. Ik kunnen zeggen dat slapen, maar heb ik mijn rit afgemaakt, ben ik ook gaan slapen. Kiek hem het schoon, die gek. Even door de binnenbocht. Hey, Vinnie Welser 03, hallo, welkom. Hello, Welser 14, Welser 03. Hello, welkom op de stream. Nou, Duits. Hartstikke welkom, 14, je Welser 03. Schön, dat je daar bent. Ja, wel niet? Frans Kelly, Frans Kelly, Tim, ik kom even met 110 achter je aan. Op mijn binnenwijk. Ik kwam hier vol. Wacht, dan knal ik even met 110 erin. En gelijk door een timeout. Hè? 2 minuten. 2 minuten. Ja, ja, dat is dus je hartreis. Ik word kribbel van lachen. Oké, poortje, poortje. Duram, Duram is erop. Duram, Duram. Duram, Duram. Nee, ik ben nog een kreeg daar honger. Hé, je zult eigenlijk wel naar je bedje gaan zeker met deze rit. Ah, het schiet er. Thank you.
Aankomst 1:49. 10 voor 2 komen we aan. Pak weg, 10 voor 2 komen we aan. Dus het gaat valt eigenlijk nog redelijk goed mee, hè? En we hebben ons goed kapot gelachen. Dus... Oh. Dat is de gezelligheid van Discord, Eurotruck en Multiplayer. Dat is eigenlijk het gezellige van het rijden eigenlijk. Ach daar, de moppel crew gaat ook rijden. Japan. Ik kom net online. Moppeltje. Eurotruck. Oh, nee, American Truck. American Truck, je weet het. Wat? Maar ja, joh. Niet op een remmen. Auw. Even terug in live, voor mensen. Even terug in live. Je verrekt wat daar... Ja, is maar 2 minuten terug terug met laai. Nee, die stomme lantaarnpaal stond in het midden van dat ding. Die stomme lantaarnpaal is onder voeten. Kijk, 100% schade? Nul. No. Ik ben gemeen. Ik rij eerst de hele truck in de prank. Oh, als jij schade hebt aan je truck, hè? Ja. Dan moet je Griekse ijs / pits indrukken. Oké. Dan pik je je truck namelijk, dan hoef je niet naar de garage. Cheating. Dan kun je truckpikje onder het rijden. Druk, hè? Ja, ik kom op mijn 110 aan. Dat is ook max, denk ik, wat ik mag rijden. 110. Oké, kijk hoeveel time-out ik met 110 ga krijgen. Ja, ik ben wel in die afslag, joh. Bijna, aan de afslag. Nu moet ik de cruise controller losgooien. Toch niet, man. Ja, rij maar, ik ben al zo daar. Ik ben zo bij je. Je stond hier achter die afslag op die parkeerplaats. Ja. Rij maar aan, kom wel. Ja, ik rij al. Zo. Zo, 100 in de 11e versnelling. Moet je me even door. Dieren. Ja, het zakt nu heel hard. De meeste wisselen nu allemaal op EU2. Dat het nu ook rustig is daar, maar EU2 vind ik eigenlijk een bal aan om op te rijden. En vooral niet omdat die altijd van die idioten hebben die hier liggen te rammen met die auto's. Dat mag ook zitten. Ja,
Ja, maar dan kunnen de anderen misschien met een politieauto's rijden, hè? Nee, gewoon oud trail, maar alleen toegankelijk voor oud mensen. Kom maar, dat is natuurlijk. Dat is heel simpel. Je moet gewoon alles eruit slopen en alleen voor de oud mensen maken. Jij bent bij de eerste volgende afslag zeker afgedraaid. Ik ook. Je zit nog steeds niet bij mij in de buurt. Oh joh, je zit maar 463 meter van mij af. Ik zit echt lol. Ja, ik ben er zo weer. Zeg het ook. Nu ga ik je inhalen. Nu kom ik. Oh, wacht maar. Even schakelen bij 100 naar de 12e versnelling. Ik heb een race truck, joh. Transinet. Oh, ik ben bij BGCC. De andere kant van Transinet. Oh, middernacht. Hey, kijk daar, die webcam weer. Tap niet. Als er nu eentje uit Amsterdam komt die tijd, ik kom hier volle poelen aan. Ik zou echt een kleine pap zitten. Ik kom even met de 110 aan Amsterdam door. Oh, ik had sneller. Ik heb nog geen time-out nu. Hey, ik zie een groen puntje. Ga je nu onder een spel worden? Ja. Ik ook. Ik zie je. Ik zie je nog niet op spelen. Hey, je zit in een bocht. Nu ga ik gewoon pas de cruise control los. Ik gooi nu pas de cruise control los. Maar we gaan niet elkaar schalen brokken, dat doen we niet. Dat willen we niet. Zo, mooi 90. Ik bedoel een paar remmen, ja. Ik moet allebei dadelijk hier linksaf dus.
Hey, welcome, Nick77. Hello, welcome on the screen. Nu moet je er al achter me kunnen invoegen. Dat je mist, dat voel ik nu helemaal water. Oh, maar niet. Ik zag het in de spiegel. Gebeuren. Dan moet jij hier even. Ik moet hier hebben. Ik snijd hem ook een keer af. Lul. Oh, wat ben je voor jou. Ik ga mijn vrienden toch niet griep worden, kom niet. Dat was gewoon weer uitgekiemde extremiteit. Hey. Zeg het, vriend. Tijdens het sturen drukte ik een paar koplappen uit. 15 seconden heb je dan wat we gaan te doen. Dat is wel een beetje. Ja. Ik ga nu boven een algemeen zitten. Kijk, ik heb er dadelijk uit en eentje zit hem in het algemeen. Zo, we geren die handel. Precies, dan kun je met een lange shotje de trillers beter achteruit zetten dan met een kort shot. Nee, toch niet. Oh man, die schwarm die stopt me op. Dan heb je vier broodjes schwarm hier, die stoot hem eigenlijk op, joh. Jezus. Ja, dat is zo. We gaan hier een stukje verder over de grens naar Strandprooi. En daar ligt een Jumbo. En daar is het schwarmvlees goedkoper dan hier in België. Dan pakken we altijd zo'n 1,5 kilo. En eten we 2 dagen van. En de eerste dag eet ik maar 3 broodjes. Maar vandaag had ik zo'n honger dat ik er hier heb gegeten. Hey, wat doe je nu? Ah. No trailer, oké? Okay. Zegt er geen trailer aan. Ja, mooi. Kom eraan. Was groen, was niet rood, was groen. Wow, ja, ik zie het. Ik heb het al gezien. Zo'n pauwen nu. Idioten. Nou, goed aan de kant. Ik kom eraan. Echt weet niet. Ik zeg hem wel achteruit zetten te leggen. Dus. Zo. En met die garage in ons rokken van Nederland. Ik ben helemaal vertoeven, joh. Ja. Zo, dat was hij dan weer voor mij, denk ik. Ik moet er weer door en stoppen. Waar gaan we naartoe? Geef van mijn kijkers natuurlijk mijn Twitch kanaal. Home to the hit music. Want het is weer gezellig en goed geweest. We hebben weer heel hard te lachen natuurlijk. Ik wil jullie allemaal bedanken natuurlijk voor het kijken. En ook voor de mensen die weer een follow achtergelaten hebben. Dankjewel daarvoor natuurlijk ook weer.
Wil je meer in de gaten houden? Heb je een keer een stream gemist? Maakt niet uit. Scroll even onder. Klik op die YouTube-button. Dan kom je op mijn YouTube-kanaal. Want alle streams upload ik naar mijn YouTube-kanaal. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ik wens je een hele fijne avond en dag nog. Tot later. Bye. Ik ga mijn stream ook op stop zetten. Ik duik mijn bedje in. En zoals ze altijd zeggen, tot de volgende keer. En als je nog geen volgende keer wil, dan vind ik het maar leuk dat jullie me volgen. Wil je meer zien, staat het allemaal in de beschrijving op mijn Twitch. Hier heb ik een fijne avond. En dag.